Er is veel te doen over pensioenen. En we leven steeds langer. Maar hoe lang leven wij eigenlijk? In 1956, toen de AOW werd geïntroduceerd, leefde een 65-jarige gemiddeld zo'n 15 jaar en kon dus hopen 80 te worden. Nu leeft een 65-jarige zelfs nog 20 jaren en zal dus tegen de 85 jaar oud worden. Een winst van 5 jaren. En van die 65-jarigen vieren steeds meer mensen ook een 100ste verjaardag. In de jaren 50 haalden 4 van de 1065-jarige mannen inderdaad die 100ste verjaardag. En 12 van de 1000 vrouwen. En van de mannen die nu 65 zijn, zullen er 30 van de 1000 hun 100ste verjaardag vieren. Van de vrouwen zelfs 60 per 1000. Vrouwen zijn duidelijk de kampioenen in langer leven. En als je het betrekt op AOW, vergeet niet, we moeten langer doorwerken, maar we leven ook nog veel langer met die AOW.